In Nederland sneeuwt het in de winter wel eens en vaak is het dan de zogenaamde plaksneeuw, waar je een goede sneeuwpop van kunt maken en lekker sneeuwballen mee kunt gooien. Maar heel af en toe hebben we echte stuifsneeuw in Nederland. Meestal valt de sneeuw in Nederland bij temperaturen rond het vriespunt. De sneeuwvlokken zijn al een beetje aan het smelten, zijn ook vrij zwaar. Maar ligt de temperatuur van de lucht ruim onder het vriespunt, dan bestaat zo'n sneeuwvlok volledig uit nog 100% ijskristallen. Er zit geen water in, het zijn luchtige sneeuwvlokken. En als er dan een beetje wind staat, dan kan die sneeuw ook makkelijk gaan verstuiven. En dan windkracht 4 is dan al vaak voldoende. Bij windkracht 6 tot 7 spreken we zelfs van een sneeuwjacht. Op dat moment begint de sneeuw zo ver te verstuiven dat het jaagt over de velden. Het zicht is bijzonder slecht en het verkeer heeft echt behoorlijk wat last van de stuifsneeuw. En die sneeuw die begint zelfs zo erg te verstuiven dat er zich sneeuwduinen beginnen te vormen. Ja, en als het dan nog harder gaat waaien, dan zie je vaak geen hand voor ogen. Bij windkracht 8 spreken we zelfs officieel van een sneeuwstorm. Het komt in Nederland niet zo vaak voor.